Yes. Ja, goedemorgen, goedemiddag. Met SU-PARRIS TV bakken. Oluka route, wij gaan op weg naar weg. Zijn op zoek naar iemand. Look op een man, hè. Goedemiddag. Dit is hem dan, man van de straat. Goedemiddag, Sirena Hossein Ben en Beterland, man van de straat, de Baralas, man bij jullie. Vaker, broer. Hey, rustig. Alles aan het doen? Ja, we mag klagen, we doen best. Dus ik hoor. Oké, dus meer dat ik is van. Ja, ik is van bezending voor de spullen. Wij doen een verzoek namens stichting van de straat voor ondersteuning. Dus maar in het binnenland en dan de spullen door. Ja, en van hieruit, nu bedankt. Dus maar alvast. Zang organisering. Oké, dan mag je nu doen. Want je tijd me via hieruit, maar daarin komt Timor. Ja, dus goeiedag. De neem voor Roefkari. Man van de straat, ik baralas mama bijjodi. En van hieruit me bedanken allemaal zang en ondersteun als stichting. Dus ja, er zijn geen woorden genoeg. Oké, dus je bent tevreden. Midden tevreden. Oké. En dan, me hoop dat je desma zang me ondersteun, dat desma schrijven briefje naar de spullen. Oké. Dus het is wel, alles wat er is gestuurd is aangekomen. Ja. Je bent dankbaar. En per de spullen die zo go? Oh, de spullen is maar doneer vanaf Brokkoponde Gomorrofa. Vanaf Brokkoponde Gomorrofa. Ja. Oké, dan gaan we eventjes. Ik mag gewoon naar binnen komen. Ja. Ik heb wel nog niet uitgepakt. Je hebt nog niet uitgepakt. Oh, dat zijn gewoon de dozen. Ja, nou, maar dat is goed voor de. Oké. Je ziet het, ik ben nu zo gastvrij. Ik ben nu binnen bij de mensen. Kijk. Dus al dit soort dingen, die zijn inderdaad voor ouderen toch? Die zijn aangekomen. Pinnendosoede. Dat zijn er 3. En 3 is 6. En 7. Even door. Oké. We zijn naar Bergen gekomen om mijn dosoek te halen. Dus die regel dat ik 7. Maar ik heb ook andere in de Bergen. Ja, die gaan we dan ook even. We laten alles zien toch? Ja, Bergen. Oké, dit is de Bergen Vispa, man. Ja, Bergen Vispa. Oké, nou, dit is dus de Bergen. Dus je weet het, stichting man van de straat zijn niet alleen maar woorden, maar er zijn ook daden. Lief van mijn stand van de straat, hey, misschien man. Is je broskutter, ja. Oké. Nou, zelfs, de broskutter naar bezending toe? Nee, dat na voor eigen gebruik. Dat naar eigen gebruik. Oké, portier ook. Ja, en van hieruit, met de beroep bakken op een gemeenschap. Dat wie spullen heeft, zang, hoe denk dat hij ook kan geven weg voor ondersteun. Als stichter voor kan je dus maar in affaire binnenland, dan kunnen jullie alsnog contact met me maken op hetzelfde nummer. Zeg het even op? Dus dat ik me bel als mijn telefoon, zodat ja, we de hele tijd aan contact bij Brokken, maar contact bij Bakka. Mm. En nummer naar 8751-491. En dan kunnen we bellen. Momenteel ben ik zonder vervoer, maar ik loop vast wel als ik die spullen moet ophalen voor je zet daddy. Oké. Maar van hieruit dan, mijn bieden bedankt, alles man. Oké. Ik heb hier verder op niks toe te voegen. Nou, SU-PARRIS TV, bij Man van de Straat, op locatie 1. Een van de goede zonen, een van de weldoeners van Suriname. Een van de mannen met vele talenten. En dit is er een van. Een van de mannen met vele kamers in zijn hart. En dit is er een van. Groet die mensen netjes, man. Dus ja, Suriname is een binnenland. Binnen- en buitenland. Mm-hmm. Ja, met Barwala Malawan Bijori. En van hieruit, nogmaals voor de zoveelste keer. Misabtaki, een film die ze ook op tien zo viraal. Maar van hieruit, kinderen van het binnenland, man van de straat, midden trots nootapo. In het bijzonder de tien zei Tanta Mindri en Shula. Ja, hoe zet u in echt, ondanks alle dingen, tekels aan teku dapet dorpu sumu, skoro sumu. Ja,
toch een set in voor bereik een streep en daarom midden te laten taboe. Maar uno me ko druk, mijn man verrassen allemaal, mijn man van de straat heeft een verrassing voor jullie die geslaagd zijn. En we voeren, maar ik ga proberen toch een kleine groep van jullie blij te maken. Jullie kunnen op man van de straat rekenen. Hi, goeiedag Anouk Frans. Hoe gaat het met jullie daar? Hopelijk gaat alles goed. Ja, kijk, de eerste pakketten zijn er al op naam van de stichting, stichting Man van de Straat. De eerste pakketten zijn er al binnen. Ik ben vandaag 7 dozen gaan halen. Moet ik alleen maar een geschikte plek zoeken om dit te doneren. Ja, maar de eerste pakketten zijn er al op naam van de stichting.